Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En... Hey Enzo Knol, jij ook hier! Hey Myron, jij ook hier! Hij zo met mij in de lift. Dat ja. Is heel bijzonder. Dat vind ik wel heel erg leuk. Damn, jij bent echt mijn nummer 1 fan, hè? Dus met Enzo Knol vandaag? Jij bent echt mijn nummer 1 fan. Hoe heeft Enzo Knol geslapen? Ja, lekker. Ja, ik werd minder lekker wakker, maar jij ook. Oh ja. Door de... Ja, aan het timmeren, aan het hameren. Door de verbouwing. Maar damn, je bent echt mijn knolpower nummer 1 fan. Ja, en zo'n knol. Mag ik vandaag met jou mee? Marvin die gaat dus gezellig met me mee vandaag. Yes! Oh, ik wel gewoon voor jou. In ieder geval, het is een beetje regenachtig vandaag, maar... Maakt niks uit, ik vind het gewoon al leuk dat ik mee mag. Wees niet getreurd, dames en heren. We gaan er een leuke dag van maken. Twee huizen boven ons zijn ze aan het verbouwen. Alleen ja, in het appartement hoor je dat gewoon echt door het hele complex doordreunen. Dus daar werd ik wakker van vanochtend. Maar ja, niks aan te doen. De verbouwing moet gewoon gebeuren. Dus ja, laten we de dag maar beginnen. Ik heb er zin in. Ik heb ook echt zin om even actief bezig te zijn. We hebben 2 dagen geleden gesport. We gaan vandaag weer sporten. En ik heb nu sowieso voor dit jaar heb ik maandag sporten, woensdag sporten, vrijdag fysio. Dus dat zijn de 3 dagen die ik zo verspreid heb over de week om lekker aan de slag te gaan. Dus 1 dagje in de week minder fysio, maar 1 dagje in de week meer Pim zien en daar lekker de pimmetjes en alles trainen. Zo, het heeft echt veel geregend, hè? Zie je dat? Ja, niet normaal, man. Dat vond ik dus zo lekker. Want toen ik gisteravond ging slapen, had ik het raam open gedaan. En dat is de eeuwige discussie tussen Enzo en mij. Want ik wil met het raam open slapen. Enzo wil met het raam dicht slapen. Ik denk, lekker frisse lucht. Gewoon altijd goed doorreinigen. Maar nee, Enzo wil altijd gewoon een hol creëren. Knol. Dus ik had lekker het raam open gedaan gisteren. Ik was de stream aan het kijken in bed. Oh, en het ging regenen. Ik dacht, dit is het leven, hè? Dit is fijn. Enzo komt naar bed, bam, raam dicht. Ik zeg, het was net zo lekker die regen. Zegt hij, jij sliep toch, je hoorde die regen helemaal niet. Ja, is toch zo? Nee, ik hoorde die regen wel, dat is gewoon fijn. En dan gaat het raam weer dicht. We moeten gewoon om de dag, gewoon vanavond gaat het raam open en morgen mag die dicht. Ja, dat is wel zo, dat is wel het meest eerlijke. Maar ja. Ik zei al tegen Maya van, joh, ik word elke dag wakker en dan is het raam open en is het gewoon zo koud. Nou, weet je waar je wel echt gelijk in hebt? Ze zijn nu bij ons boven aan het verbouwen. En buiten. En buiten voor ons, zeg maar. Waar het raam zit. Ja. En op vrijdag worden altijd de containers gewisseld. En dat is heel vroeg in de ochtend. Dan komt zo'n bedrijf die containers uit de garage rijden. Nou, dat is echt mega lawaai. Ja. Dus op die dagen moet het raam gewoon dicht. Want dan word je echt wakker als het raam open staat. Klopt, soms vergeten we dat. We worden allebei wakker. Kijken we elkaar van, oh, we zijn het raam vergeten dicht te doen. Maar straks bij de nieuwe woning kunnen we wel makkelijker met het raam open slapen, hè? Ja, want dan hebben we allebei een apart kamer. Nee, maar dan hoor je alleen de auto's, maar daar raak je aan gewend. Habitude heet dat. Hoe? Habitude. Habitude? Habitude. Wat betekent dat? Dat je ergens aan gewend raakt. Als je naast het treinspoor woont, dan hoor je op een gegeven moment de trein niet meer. Als je bij het vliegveld woont, hoor je de vliegtuigen niet meer. Als je dan mensen op bezoek hebt, denk je, hey, ja, ik hoor het eigenlijk ook wel. Habitude. Okay, ja, nou. Raak je er gewoon aan gewend. Dat moeten wij straks hebben. Eerst denken waarschijnlijk van, jeetje, die auto's de hele tijd. Want het is gewoon een 80-weg bij ons. Ja. Maar er komt nog een geluidswal. Maar als die geluidswal er niet zit, hoor je de auto's wel gewoon. Ook als je buiten zit. Maar goed, op een gegeven moment raak je eraan gewend. En dat heet? Habituren. Nee, habitude. Habitude. Hoe schrijf je dat? H-A-B-I-T-I-D-E. Nee? Habitude. Habitude, de U. De I en de U is veranderd. H-A-B-I-T-U-D-E. Goeie. Habitude. Nou, we hebben wat geleerd, dames en heren. Nu al. Ongelooflijk. Zijn nog ineens 3 minuten bezig. Heb je dat nog nooit afgevraagd? Of mensen die bij een vliegveld wonen die vliegtuigen nog horen? Jawel, ik weet dat mensen er gewend aan raken. Maar ik weet niet dat het habitude heet. Oh, zo, ja. Dat weet ik niet. Dus we hebben wat geleerd. Leuk. Super. Heb jij nog een leuk woordje? Tarol. Heb je daar last van? Nee, op dit moment niet. Oh, dat is fijn. Maar we kunnen er wel eens mee te maken krijgen. Nou. T-A-R-R-E-L. Tarrel. Ja, goed. Ik zal het verder niet uitleggen. Maar we gaan lekker verder rijden. Weet je nog wat het ene woordje was wat Joël een keertje zei op dat eiland? Oh, wat was dat ook weer? Als iets heel erg groen... Of als er geen groen is. Als er geen gras groeit of zo. Ik weet het nog wel. Als er geen groen of gras groeit. Nee, juist wel. Oh, juist wel. Als er alleen maar gras en groen is. Als er gewoon heel veel bebossing is. Oh ja, als er heel veel bebossing is. Oh, dan... Ik had er net nog een nu eten. Ik weet het wel. Hoe heet vegetatie. Dat? Vegetatie. Oh ja, vegetatie. Ja. Ja, als je dat soort woorden een beetje in je vocabulaire toepast, dan kom je echt in één keer ingediend.
intelligent over. Ja. Dan krijg je wel van die mensen die reageren van, hij zegt zoveel, maar toch zo weinig. Ja. Want waar ga je uiteindelijk heen? Met het gesprek, het komt gewoon wijs over. Ja. En ja, dat is wel een beetje soms vocabulaire van sommige mensen. Dat je denkt, je zegt zoveel, maar zo weinig. Gewoon, het klinkt allemaal interessant, maar... Ik snap er niks van. Het gaat nergens naartoe of zo. Nee, wij gebruiken eigenlijk nooit moeilijke woorden. Nee, klopt. Maar dat vind ik ook top. Nee, ik ben wel heel erg regelmatig gedesoriënteerd. Ja, dat vind jij echt... Dat is mijn lievelingswoord. Dat is mijn lievelingswoordje, ja. Gedesoriënteerd. Zo, ik ben echt... Dat zeg je in het buitenland dan. Ik was echt helemaal gedesoriënteerd. Dat vind ik gewoon een fijn woordje, gedesoriënteerd. Ja. En dat betekent dat? Dat je gewoon even helemaal de weg kwijt bent. Dat je geen idee waar je vandaan kwam, waar je heen moet, welke weg je net gelopen hebt. Gewoon even helemaal in de war. Klopt, in de war. Ja. Ah, top. Nou, we gaan verder met het regenachtige weer. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar, hoort drie kussen bij, hè? Hoe dan? Weet je wel? Goed? Jazeker, met jou? Mooi, ja, goed. Ja? Goed, zien we Raymond een keer hier bij Beest toe. Hey, gelukkig nieuwjaar! Dat is best lang. Ik ga het nog een maand lang zeggen. Een maand lang. Pim, heb je nog wel leuk voor de kijkers? Ik wens iedereen een fantastisch nieuwjaar. Heb jij nog wat moois wat je wilt zeggen tegen de mensen voor 2023? Veel gezondheid uiteraard, veel geluk en vooral heel veel liefde. En eet veel bananen, want bananen zijn gezond. Zo. Gratis is bij beetje doen, dus ik raak voor de hand. Oké. Denkt hij. Op het einde van de maand factuur 10 bananen. Chiquita. Nice. Is een mooi kleurtje dit jaar. Wauw. Ja, daar krijgen we veel lovende complimenten over. Wauw. Dat is wel lachen, hé. Dat is ook niet goed. Ja. Maar zullen we Mayon hier achterlaten? Ja, wij gaan gewoon wat doen. Top. Eindelijk. Nou, rust gaan. Doei. Doei. Ciao. Ciao. Wij gaan lekker met z'n tweeën sporten. Nou, ik zag net dat ze gaat, maar we hebben stoel. Ik ga een krokbanaantje. Een banaantje erbij. Lekker hoor. Pa, zo lekker. Zo lekker. Ik heb er zin in. Ja, is prima. Ja, ik ook. We gaan even rocken. Voor deze. Oh my god, ik dacht ik doe hem in één keer in mijn mond. Ik was even vergeten hoe groot hij was. Even rustig, hapje voor hapje. Maar ik heb er zin in, dames en heren. En ik heb een Victory Royale gehaald vanochtend. Hey, wat zeg? Met Fortnite. Ik zag je weer op een filmpje, vriend. Hey. Ja, solo, 9 kills, Fortnite, boom. Kom weer Fortnite aan op Enzoknot 2. Zoveel zin in. Ja, hard. En boom. Yes, netjes. Even neerleggen. Perfect, Enzo. Mooie uitvoering, vriend. Een kaars echt terug. Lekker. Hoppa. Even weer die beentjes. Hop. Komt-ie. L-E-K-K-E-R. Lekker. Nee, nu staat het verkeerd om. Moet L-E-K-K-E-R. Dat jij ooit zou zeggen over benen, lekker. Hey. Dat is ook nog in de krant. Lekker. Lekker, vriend. Goed bezig, jongen. Stoot er van je af, kwam. Boom, yes, netjes. Helemaal uitstoten, boom, en strekken. Hoppa, pompie erin hoor, hé. Dat is een blad, hé. Is dit jouw Fortnite dansje van wat vandaag dit je won? Ja. Lekker man. Hoppa. Lach wel, maar voor mij is het weer aardig moe, vriend. Ja, ik ben kapot. Laatste oefeneertje en zo. Even lekker die biceps bij elkaar ploffen. Kom. Boom. Yes. Nog twee. Nog eentje. Yes. En door. Kom. Let's go. Nog drie. Nog twee. Nog één. En klaar. Lekker. Goed gedaan, vriend. Lekker. Het is echt bizar met dit, want je hebt zeg maar, je begint bij 12, maar uiteindelijk is de 6 kilo net zo zwaar als de 12. Ja. Het wordt eigenlijk niet lichter. Nee. Terwijl je wel lichter pakt, dat is best wel grappig. Hè? Ja. Lekker, hij is leeg. Goed gedaan, jongen. Lekker, dankjewel. Kom je de trap nog op of heb je nergens spierpijn? Ja, mijn hele schouder is sore. Ben je gepunctioneerd? Gepunctioneerd? Ja, dan ga ik jou even een woordje leren. Ja, ben ik, ja. Met een naaltje, ja. Ja, ik heb geen idee wat ik zeg, joh. Gepunctioneerd. Geniedeld. Weer geniedeld? Ja. Oeh, dit is lekker drappie, hè? Lekker drappie. Oh, joh, wow.
Auw! Even serieus, jij bent je schouder geprikt met een naald. Is niet... Oh, kijk dan, ik kan deze niet eens zo trekken. Ja, nee, dat kan ik wel zelf. Nee, kom maar schatje. Ja, nee, mijn hele schouder voelt alsof ik een workout heb gedaan van een hele fitte man. Alsof je een triathlon hebt gezwommen. Dat misschien ook, ja. Aan één kant. Oei, oei, oei. Heel naar. Nou, wel goed dat je bent geweest. Dat doet mij zo vaak als ik een box geef, dan tik ze zo. Jij hebt echt soms van die gekke dingen, joh. Ja, maar dat is gewoon fijner dan dat ja, ik... Ja, dat vind ik ook leuk aan jou. Doe eens uit box. Als ik dan zo doe, is ook raar. Kijk hoe dom dat eruit ziet als je met deze kant... En dan kant wil je dat klikken. Je wil eigenlijk met deze kant zo, maar daarom doe ik dan dit. Dat, jij denkt dat dat beter eruit ziet dan, ja, dan gewoon normaal. Even kijken op camera. Zo, of... Ja. Ziet er bijna hetzelfde uit, hoor. Nou, maar die is wel beter. En het voelt ook fijn, hè, voor jouw knokkels. Dat vind ik ook leuk aan jou, schatje. Wat? Dat is even een compliment naar mij en toe. Dat ik vind je leuk zoals jij bent. Ook met die gekke dingetjes. Dat vind ik juist leuk. Ik vind dat ook juist leuk aan jou, schatje. Ja, heb ik ook gekke dingetjes. Ja, genoeg. Ja. Valt mee, toch? Hij ging net aan Pim even vertellen waar hij zich allemaal aan irriteerde bij mij. Dus nu gaat hij even vertellen wat hij dan wel leuk vindt. Probeer het te compenseren. Ja, wij moeten die TikTok opnemen, want er is zo'n TikTok en dan gaan... Maar dat is zo stom. Ik heb die voice change niet op TikTok. Want die moet er eigenlijk onder. En dan ga je elkaar vertellen wat je irritant aan hebt. Oh ja, dat ken ik. Ja, en dat klinkt zo grappig. Want jij zei net tegen Pim van mij, ik vind het altijd irritant als Marjorie aan mijn borsten zit. Aan mijn borstspier zit. Sorry, borsten heb jij niet, hè? Borstspier. Vind je vervelend? Ja. Ik vind het vervelend als Enzo aan mijn voeten zit. Ja, ja, zo klopt. Kan je dan dat vertellen wat je vervelend aan elkaar vindt. Maar dat wilde ik wel even tegen jou zeggen. Even een complimentje. Ook even een complimentje aan jullie, dames en heren. Als je dit ziet, het is het nieuwe jaar. Misschien dat mensen meteen verwachtingen van je hebben, omdat ze denken het is een nieuw jaar, goed voornemen. Maar laat ze maar lekker verwachten. Doe gewoon waar jij je goed bij voelt. Zet gewoon je eigen goals en ga erachteraan. Pak ze. Go get them, Tiger. Pak ze. Ze zijn in handbereik. Pak ze. En dit is een nieuwe. Ja, die komt binnenkort uit. Wat vond je ervan? Je hebt er vandaag in gesport. Hoe voelde het? Het is best fijn om even een testpersoon te hebben voordat het uit is. Ja, fijn. Hartstikke fijn. Ja? Ja. Goeie maat? Zeker. Ja? Ja, ik heb lekker in gesport. Dat was eerlijk, hoor. Ja? En had je tijdens sport in geen moment dat je dacht, wat heb ik nou weer voor broek aan? Nee, het zat totaal niet. Lekker. Ja, het zat gewoon lekker. Maar dat is de bedoeling, hè? Mooi. Wat wil je als kledingmerk? Dat is de feedback die we graag willen horen. Nu deed je die box, hè? Doe jij eens die box dan? Nee, jij... Zie hoe raar het eruit ziet. Ja, dat doe jij ook. Nee, ik doe gewoon zo. Doe eens box. Nee. Ja, dat doe jij ook. Laat zien dan. Nu doe jij dat? Ja, jij doet het veel erger zo. Jij hebt jouw vingers ook zo. Ja, jij ook. Nee. Ja, zie je? Jij doet ook zo. Jij doet ook zo. Ik doe zo. Ik hou wel een vuistje. Ja, zo ja. Ik hou een vuistje. Ja, maar mijn hand zijn nog zo. Zo ja. Ja, dat ziet er grappig uit, hè? Daarom moet ik ook lachen als jij dat doet. Dat is de nieuwe box. Ja. Goed. Inky, pinky, rood, wit, blauw. Inky, pinky, blauw. Tuurlijk, Myron, tuurlijk blauw. Je hebt toch blauw aan? Ja, daarom ook. Daarom. Daarom zei ik dat natuurlijk ook. Daarom. Maar je hebt een rood hoesje. Ja, dat is waar. En knolpauw rood. Ja. Maar ik ga Milan eens even bellen of hij al wat beter is. Want gisteren was hij niet echt lekker. Gisteren wou ik eigenlijk bij hem langs. Nee, we gaan er gewoon langs. We gaan hem niet eens bellen. We gaan er gewoon heen. We gaan gewoon heen. Ja. Waarom ook niet? We gaan gewoon heen. Moet gewoon kunnen, toch? Tuurlijk. En als hij wel ziek is, gaan we even vragen of wat voor kunnen doen. Ik praat gewoon veel met mijn handen, oké? Okay? Ik praat gewoon veel met mijn handen, met gebaren. Ah, zo fijn met jou in de auto zitten, hè? Het is gewoon wat het is. Wanneer gaan we weer een keer lang in de auto zitten samen? Lang? Hoezo lang? Ja, gewoon naar Italië of zo. Dan heb je... Ja, of als we op windsport gaan, misschien met de auto, dan zitten we ook wel lang in de auto. Maar dan heb je wel altijd de beste gesprekken, vind ik, als je gewoon lang met elkaar in de auto zit. Ja, je kan gewoon melig worden omdat je lang in de auto zit. Dus, ja, maar je kan ook serieus gesprekken voeren. Dat kan ook, dat is zeker waar. Of gewoon muziek luisteren in je mond houden. Ja, dat kan ook. Gewoon 8 uur lang muziek luisteren en gewoon niks zeggen tegen elkaar. Alleen ik moet plassen. Ja. Dat. Toen we naar Oostenrijk gingen, eigenlijk een van de leukste vakanties ooit. Sorry schat, je moet hem echt overnemen. Ik heb te hard getraind. Ja, maar ik heb ook zere schouder. Maar ik kan niet met die bicep nu meer dit doen. Toen we naar Oostenrijk gingen, wat een van de leukste vakanties was, wou ik zeggen. Met Noël, Daniel, Thijs, jij en ik. Toen zat jij met Noël in de auto, want Daniel kwam later. Ja. Met het vliegtuig. Met die taxi toen. Ja. Daniel kwam later. Ik zat met Thijs in de auto. En toen hadden we de eerste stop gehad na iets van 5 uur.
rijden of zo. En toen vroeg Thijs zo aan jullie van, wat hebben jullie eigenlijk, waar hebben jullie het over gehad? Toen zei hij zo, ja, we hebben alleen maar muziek geluisterd. En Thijs en ik hadden oprecht gewoon van Zeist tot Oostenrijk, 10 uur lang, geen muziek geluisterd, alleen maar gekletst. Ja, dat kan. Wow, dat was echt lang gekletst. Maar Noël en ik houden gewoon heel erg van muziek. En wij hadden elkaar al gesproken daarvoor. Ja, dat is waar. Dus ja, dan ga je gewoon lekker muziek luisteren. En Noël en ik delen heel veel met muziek ook en zo. Ook al hebben we niet echt helemaal compleet dezelfde smaak. Nee. Maar we sturen wel vaak genoeg nummers. Over rap en zo zijn we het wel over eens. Maar hij luistert die house, techno. En dat luister ik eigenlijk nooit. Ik vind het wel lekker, maar ik zet het nooit zelf op. Nee. Ja, en ik kende Thijs toen nog niet heel goed. Dus toen was het ook wel een soort van kennismakingsgesprek. Kennismakingsgesprek van 10 uur. Nou, ja, dat was wel gewoon leuk. Gezellig. Zo, ik heb in één keer een inkakker, hè? En dat moet je dus nooit zeggen. Je moet gewoon doen alsof het ik heb geen inkakker. Ik zet de muziekje aan en ik ga We gaan ervoor vandaag. Oh my god. Hoe dan? Ja, dat is jullie telepathie. Yo bro. Yo, je had gebeld. Ik was net in gesprek. Wow, ging die al wel over toen ik jou belde, ja? Yes. Oké. Okay. En we staan voor je huis, man. Oké, okay, welkom. Bij de vlog van Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken... Tot zo. Misschien moeten we hem nog even een keer bellen. Vragen of hij al gegeten heeft. Anders kunnen we even naar de winkel even lunch halen. Lundig. Milan is altijd zo zichzelf gebleven. Ik vind dat zo mooi. Hij trekt zich ook nergens iets van aan. Hè? Hij is gewoon zo'n droogkloot. Ik vind dat eerlijk. Ik vind het echt fijn. Als ik ook gewoon een eerlijke de meest eerlijke mening wil krijgen, dan moet ik gewoon naar Milan toe. Ja. Ik krijg gewoon, you get what you see, you know? Jij moet hem opnieuw bellen? Ja. Ik hoorde hem net iets in de vaatwasser zetten, hoor. Dus. Misschien heeft hij al gelundigd. Welkom bij de vlog van... Wat moet je nou? Die bedoel ik dus. Heb je al gegeten? Ja. Oké, okay, nou dan heb je antwoord. Oké. Okay. Okay, heb je ook eten voor ons? Ja, als je wil. Ik heb wel wat brood, denk ik. Nou, prima toch? Ja, goed, toppie. Nou, is goed. We staan voor je huis, ja? Ja, dat zei je net ook al. Maar je bent er helemaal niet. Ja, ik ben in de straat toch. Ik zie je huis al. Niet weglopen. Oké, okay, nou, is goed. Niet weglopen. Ik ga nu weglopen, letterlijk. Nee, niet weglopen. Hé, hey, wat zijn ze aan het doen in onze straat? Ja, zeg het maar. Ik weet het niet. Nou, ik ga het je zeggen. Ik heb een bord te brengen. Je hebt een bord in je tuin. Ja. Is goed, we komen eraan. Groetjes. Doe het hek open. Doe je het hek open? Ja, je wilt toch parkeren, of niet? Ja, liefst wel, lieverd. Oké, okay, joe. Joe. Milan. Nee. 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 Oh. Hij kent jou te goed. Hij wist dat er onzin zou komen. Ja, maar dat bedoel ik, joh. Ik hou zo van die gasten. Zo fijn. Hij is zo zichzelf. Hey, we gaan niet vragen aan die mannen wat ze aan het doen zijn. Want ze zitten niet letterlijk hier voor ons in de straat. Maar ze zijn iets van de stoep open aan het halen en weer iets inleggen of zo. Ja. Ah joh, dat zou goed zijn. Ga jij straks op de scooter terug? Jij. Ja, dat is goed. Ja, die scooter staat al echt lang bij Milan. En Marion die vraagt al een paar keer van, zullen we die scooter ophalen? Want dat is zo chill voor boodschappen doen en dingetjes even snel. Ja. Dus ik ga straks op de scooter terug. Komt goed. Leuk. Ik heb jas bij me dus. Super. Kom goed. Nou, we gaan eens even kijken of Milan thuis is. Wow, die kwam laat binnen bij jou. Die kwam echt laat binnen. Hey, schappie. Hallo. Ja, daar is de man. De man. Ik moet mijn haar even doen, man. Wat doe je nou? Oh my god. Oké, okay, nou hoef ik het echt nooit meer te doen. Nee, dit ziet er veel beter uit sowieso. Ja, maar je hebt een muts. Oh, ja. Ik heb ook een muts. Ja, man, want je moet er wel een beetje goed uitzien voor de vlog. Hoe is het met je, Milan? Ja, hoe is het met jou dan? Ik zie hier een item staan en dat vind ik leuk. Jij vertelde er al een keertje over. Dit, dames en heren, is een apparaatje wat je kan gebruiken bij kaartspelletjes. Maar hoe werkt het? Zo. En is het daadwerkelijk handig? Dus we hebben hier een stapel met kaarten. Dit heb ik gegeven omdat Elisabeth kan geen kaarten schudden. Nee. Dus dit was een kerstcadeau voor Elisabeth. Het is wel een beetje een te grote stapel, maar Elisabeth kan dus dit niet. Ja. Zo, dit schudden. We gaan er een paar vliegen al rond. Dus jij dacht, ik ga een schudderaar kopen? Een kaartschudmachine. Zo heet het gewoon. Oké, dus deze doe je in het midden? Niet allemaal. Oh, dat is te zwaar. De helft. Dus deze doe je in het midden. Mm-hmm. En dan ga je hier aan draaien. Ja. Dan verdeelt hij hem redelijk. Hij maakt wel lawaai. Hij maakt wel veel lawaai. En dan uiteindelijk... Heb je alles geschud? Nee, ja, heb je het redelijk geschud, ja. Ja, dan doe je het terug, kan je het nog een keer doen aan instellen. Ja, deze kan je dan aanschroeven als de kaarten wat dikker of dunner zijn. Dus dan dus je kan hem ook meer instellen. Ja. Maak hem een beetje vol. Heb
wel eens meegemaakt dat deze uitvliegt? Dat is nog nooit gebeurd. Nee, hè? Nee. Maar het is ook gewoon mijn lievelingsgetal. Ook nog, ja. Dat... En mijn lievelingskleur. Ja, maar dat is dus... Dat daar is, ligt bij mij. Dat is dus de hele truc. Oh. Oh, dat serieus. Was een soort kazandemove. Ja, ja, maar let me op. Neem een kleur in gedachten. Ja. Groen. In gedachten, bro. Oh. In gedachten. Oh. Hier. Hij is helemaal leeg. Nu een kleur in gedachten. Doe je mond maar open. In gedachten heb ik nu een kleur. Ook een cijfer? Nee, dat gaat te ver. Oh. Oké, okay, je ziet nu de kleur op Milas voorhoofd. Die hij in gedachten heeft. Want dat is zijn gedachten. In mijn hoofd, dus ja. Maar ik mocht niet meedoen. Nee. Ja, is leuk. Oké. Okay. Nou, ga je broodje eten, want het is een warm broodje. Het is nu inmiddels niet meer warm. Kun je zo ook schudden? Dat je zo doet en dan zo. En dan bij elkaar. Helemaal fout. Wow, wacht even. Je kan het niet. Mooi, joh. Nee. Zo lullig, man. Ja. Je bent nu te eerlijk. Ik zie dat je dat techniek onder. Kijk, dat is al fout. Nou. Ja, helemaal gebogen. Kijk dan. Helemaal gebogen. Zonde. Doe nou niet. Die kaarten zijn net nieuw. Ja, maar weet je wat je dan doet? Dan buig je weer de andere kant op. Kijk, zijn ze weer recht. Ja, nu is er een bochel in. Nee, maar kijk, het is makkelijker schudden. Ik vind het leuk dat ik er ben, bro. Ik zat dus te denken. We kennen elkaar al heel lang. Mm. Echt al heel lang. Dat vind ik gewoon mooi, weet je wel? Dat we nog steeds goed met elkaar omgaan. Dat is echt zo. Ik ken je al 29 jaar. Geef maar, geef de sleutels maar. Ik heb weer een Tesla gekocht. Ja! Ja! Ja, en nu? Maar dit zijn feiten die ik al weet. Het is wel lief dat je het zegt. Ja, maar kijk, daar gaat het dus mis, hè. Dat iemand kan het wel weten, maar soms is het belangrijk om het uit te spreken. Want dan komt het in de aura. En omdat het in de aura komt, dan is het meer grijpbaar. Ja. Ja. Want hierin zit niet veel. Kan je het niet altijd pakken. Nee, en als je het uitspreekt, dan kan jij dat pakken. Ja. Snap je? Begrijpen. Dus ik zeg, I love you. Mm. En jij pakt dat nu. Oh. En dan in je hoofd. Snap je? I love you. Ik had hem ook. Ja, maar dat is belangrijk. Is wel praten als wat is met me. Als wat is met me. Ik praat met je, als jij dat wat hebt. Nee, als je wat is met jou, dan bel me. Waarom zeg je dan met me? Met me. Hé, hey, maar jij moet mij ook bellen als er wat is met mij. Nee. Dat zei jij. Jij moet me bellen als... Dat zei die. Wel praten als er wat is met me. Ja. Zei ik dat? Ja, maar hij bedoelde bel met me. Als er iets is. Ja, bel met me als er wat is met jou. Ah, ja. Ja, dat is misschien een rare volgorde, maar je moet me wel bellen. Ja, ja, ja. Ik wil opnemen. Bij mij is wel zo. Echt bellen. Ja, dat is goed. Want dit is wel het jaar dat wij meer video's met elkaar op gaan nemen. Ja. Maar snap je? Ja. Jaar. Nee. Dat was, ja. Ik snap hem wel, maar... Ja, dat was niet heel goed. Dat klopt inderdaad. Ik heb wel wat leuke dingen klaar liggen. Ik heb wel weer wat dingen besteld. Voor ons samen om te doen. Leuk. Ja. Heb jij ook al dingen besteld voor jullie samen om te doen? Nee. Maar we moeten er even werk van maken, hè? Of misschien weten mensen iets leuks dat jullie samen kunnen gaan doen. Ja, hebben jullie iets leuks dat wij samen kunnen doen? Ja. Kies een kaart. Wat? En welk getal? 10. Oh! Maar... Dat ik je gedacht verder is. Dat is knap, hè? Ja, zeker. Ja, dat is een pure gok. Maar ik ga altijd een stapje verder, hè. Oh. Pak een kaart. Deze. Geel. Geel? Ja. Die zit niet eens in het spel. Nee. Ik bedoel oranje. Skibbo, je hebt Skibbo. Nee, heb ik. Dat is geen geel. Waarom zit het geen geel? Ja, het is rood, blauw, groen bedoel ik. Groen en... Begin met een G. Geen geel, maar groen. Groen. Ook niet. Het is echt ongelooflijk. Ja, het is blauw. Ook niet. Ja, het is rood. Het is blauw! Blauw. Ja, ziek. Nee, maar wat ben je nu aan het doen eigenlijk? Ik heb geen idee. Een soort van opvulling. Ik merk...
Zal ik hem maar uitdoen, Milan? Ik merk dat. Ja, spreek het maar uit, ik vang het. Dat dat dwars is bij jou. Nee, maar er is wat. Je moet wel met me praten. Ja, ik doe niks anders. Wist, heb je eieren? Ja. Waar? Waar horen eieren? In de koelkast, denk ik. Meestal in de koelkast. Of in de voorraadkast. De voorraadkast? Gast, ik ben toch geen 60? Alleen ook oma's hebben voorraadkasten. Als er geen eieren meer zijn, dan komt het omdat we eergisteren een omelet hebben gemaakt. Ik zie geen eieren. Dan hebben we eergisteren een omelet gemaakt. Ik geen eieren meer. Heb jij geen eieren? Jawel, je hebt wel eieren. Oh, nou. Wist je dat als je een ei hebt, je moet zo opmaken? Nee, maar dat kan dus niet. Nee, dat kan dus wel. Nee, ik heb al zo vaak fout zien gaan. Ja, klaar, klinken. Oh, spierpijn. Probeer maar. Dat kan echt niet. Ook nee, niet wel. Hier, tussen je elleboog. Oh, ik zie het je, dat kan niet. Ik ben fuck je. Maar je moet niet zo je nagels erin zetten, dan gaat hij wel kapot. Maar je moet zo een vuist maken en dan knijpen. Kan niet, bro. Het kan wel. Ik heb het al zo vaak fout zien. Ja, doe Thijs dat. Heeft het ook hier gedaan als een gekookt ei, maar het moet een rauw ei zijn. Doe dat niet doen. Bro, doe. Nee. Dan doe ik het. Kan niet, bro. Oké, je hebt het bewezen. En doe nu eens tussen je elleboog. Kan ook niet. Ah! Dat doet pijn, bro. Probeer. Ik geloof je. Dit is een T-Rex. Weet je ook hoe je kan zien of die nu gekookt is? Of ja, in het water, toch? Nee, maar ook draaien, hè? Spinnen. Oh, nee, kijk. Je moet het zo doen. Oh. En dan hou je hem tegen. En als hij dan doorgaat, dan is hij niet gekookt. Wow. Oh, omdat er omdat dan... de binnenkant dan nog doordraait. Wow. Oh, ja. Dat is echt slim, mijn vriendin. Sick. Ja, bij gekookt ei stopt hij gewoon als je hem stopt, want het is gewoon een eenheid. Ja. Oh ja, dan gaat hij weer door. Oh. Ja, stop maar, je hebt het bewezen. Waarom jij het weer, man? Ik wil dit niet. Kijk. Ja. Heb je allemaal hard? Ja, heb ik gedaan. Oh. Dat doe je hier. Hard. Boom. Ja. Boom. Ja, super vet. Bro, het is ongelooflijk. Ja, stop maar, schat, want ik weet waar dit naartoe gaat. En ja, dan moet ik weer jouw ei op schoonmaken, net als gisteren. Doe nou niet. Zie, het is een keer fout gaan. Zoals gisteren. Ja, hij was hij aan het eten en toen zat hij er helemaal onder. Nee, maar het is toch grappig dat het kan. Ja, dat is echt leuk. Weet je wat ik met drie eieren kan? Maar dit is de ultieme test. Gisteren is hier gedweld. Ja, maar broek, ik krijg hier op de donder van mijn vriendin. Zullen we een wetje leggen? We gaan niks leggen. Geen ei leggen. Nee. Ik zie dat jou wat dwars zit. Ja, jij. Ik heb wel een beetje licht invallen. Niet. En ze luistert stoppen. Gewoon niet, hè. Dit is dus het probleem. Ja. Wat jullie moeder had vroeger. Ja, ik voel nu ik voel je pijn, man. Je voelt ergens wat bericht al. En sowieso niet met die eieren aan het gooien, hè. Nee, hoeft niet. Zie je, bro? Dat is talent! Sorry. Oh, mijn god. Ja, dat was entertainment. Ik zo veel, ja. En dat laatste was echt leuk. Heel. Zie je? Zie je? Nou, zal ik even wat leuks pakken wat we kunnen doen? Ja, bro. Leuk. Hey, weet je wat het is, dames en heren? Gisteren was er een vlog van 17 minuten bijna. En daarvoor een vlog van 35 minuten. En ik merk dat ik de afgelopen dagen en de komende dagen... Nou, niet de komende dagen, maar vandaag vooral... Dat ik echt wel moeite heb met content maken op een dag. Ja. Ja. En dat komt omdat ik met een groot project voor Knolpower bezig ben. En dat vergt zo ongelooflijk veel tijd achter de schermen. Dat ik echt serieus heel erg mijn best aan het doen ben om leuke dingen te filmen. Maar dat is gewoon even een beetje een uitdaging. Dus ik dacht, ja, weet je, Milan is content. Dus ik moet jou nu entertainen? Ja. Ja. Oké. Okay. Maar ik weet helemaal niks van dat project ook. Nee? Jawel. Jawel. Weet je wie Ron had? Nee. Oké.
donder op. ja, vet. Is dat echt een project? Nee. Nee, waarom zeg je dan dat? Ja. Vet man. Heb jij iets voor ons? Nou, ik zal eens even kijken. Even kijken in de popkist. Weet je, als ik hulp nodig heb, dan ga ik naar mijn broer. En dat zeg ik, als je hulp nodig hebt, maak er gebruik van. Wees niet bang om naar iemand toe te gaan voor hulp. Als je even dwars zit, als je even niet lekker bent. Dat is serieus, hè? Je denkt nu dat ik een grapje maak, maar ik ben bloedserieus. Ik weet het, maar straks als je hiernaast woont en je hebt een probleempje, moet je niet altijd naar Milan gaan, hè? Ik kan ook naar... Met je galgje? Oh ja! Niet zo meteen doen. Nee, daarom zei ik ja! Oh, dit is hartstikke leuk. Ja bro, dit is echt nice. Leerzaam, plezierig en spannend. Dit is uit 1980. Ja, het was 2 euro. Autobandventieldopje. Ja, wow, die gebruikte ik ook altijd. Ja, alleen dat kan echt niet, want je letterlijk dat je niet kan afkijken. Oh, mag ik een woord verzinnen? Ja, je mag zelf een woord verzinnen. Oh, dat ziet heel leuk uit. Dat moet je dan in elkaar zetten. Is het jullie tegen mij? Kijk, en dan heb je hier die hangman. Ja. Kijk, dus dan begin je zo met een streepje en dan komt er een dingetje bij en dan... Oeh, nee, hang me niet op, doe het niet, nee, man, dood. En dan begin je weer opnieuw. En dan begin je weer opnieuw. Wow, oké, beginnen opnieuw. Dus, en dit is het woord. Ja, jij mag die letters dus zo erin doen. En als jullie letter goed hebben, draai ik hem om. Ja, dan moet je hem omdraaien. Wow. Ja, leuk, leuk man. Hè? Ja, leuk. We gaan galgje doen en jullie mogen meedoen, dames en heren. We gaan ook Hoe kunnen we... typ maar de letters in de comments. Ja, nee, je kan toch meedoen gewoon? Ja, tijdens dat wij proberen te raden, kunnen zij ook raden in de comments, hè? Ah, dat is waar. Live. Op dat moment. Moet ik nou ook aan die kant zitten? Ja, en ik ga een woord verzinnen. En dan mogen jullie raden. Oké, ik heb hier een woord. Precies hier zo, achter, heb ik een woord. En jullie mogen het raden. Ik ben benieuwd. Vloggen. Dat is al 1. Wat doe je nou? Ik zat gewoon te kijken wat past en wat Enzo heeft in zijn hoofd al. Maar dat past helemaal niet. Wel. Oh, dat past wel. Zullen we gewoon een letter zeggen? Ja. Gewoon de meest voorkomende in Nederland. Vloggen past, ja. V-L-O-G-G-E-N. Ja, maar jullie hebben al 1 streepje door mijn. Boeit ons niks. Boeit ons niks. Nee, we zijn een team. Ja, E. Laatste keer. Is het woord van hier naar hier? Ja, het is voor jullie goed gespeld. Oh, van okay. Hier naar hier. Nou, wat gaan we doen? Nou, meestal als iets daar een E is, dan zit er een N achter. Ja. Dus ik denk een N. Een N? Mm-hmm. Een N van nat. Ja. Dat is het. Dat is niet goed. Het is... Galg is dat zo leuk. Ik heb dit zoveel gespeeld. Ik heb het zelfs met mijn juffrouw en meester gespeeld op school, op het bord. Doen jullie wel eens met je docent of docenten, juffrouw of meester, galgjes? Zo leuk. Wij zitten te twijfelen tussen de A en de O. Ja, nu weet ik het. Het is O. Damn, hij kent mij goed. Hij keek me aan en toen zag hij door middel van hoe ik reageerde. Ja, want hij keek en toen zag ik zijn ogen knipperen bij die O. En toen dacht ik, ja, dat is het. Ja. Oeh. Jullie hebben de O. Ah, ik zie het al. Het is... Koek. Misschien. Boek. Telboek. Nee, maar we mogen niks zeggen. Dat gaat hij rekenen. Knamp. Klapoem. Ga je een woord zeggen? Zullen we de K zeggen dan? Want het kan wel daar boek of koek als einde. Ja, K. K. Nou. Dat is het, hè? Nee. Het is niet. Ah. Oeh, ik ben zo benieuwd. Een L? Huh? Dat kan niet. Maar er zit nog een klink in hier. Of... ja, er moet nog een klink in. Ja, dit is wel... Ik denk dat ik echt serieus oprecht een goed woord heb, hoor. Doe maar de A. Ja, A. Weet je zeker? Ja. Heb je overleg met je collega? Ja. Ja. Oké, de A, dames en heren. A. Oeh, dat was een hele goeie. Oeh. Ja. Ik denk dat het zo'n dom bestaand woord is wat Enzo natnoek. Ja. Maar Enzo hebben we al gezegd. Ja, dat is wel jammer dat we niet opschrijven welke we wel gaan. Moeten onthouden. Ja, T. De natte T. Laat me zien. Doe die T. Dronken grof. Ja, ja. Goed. Ik weet hem. Goeie. Juist. Mammoet, zegt zij. En wij gaan voor het woord. Mammoet. Gaan we even kijken of dat juist is. Yeah! Ja, ja. Ja, ja. Dat is een hele goeie. Ja, dat is wel echt een goed woord. Ja. Ja. Nou, blijkbaar niet. Jullie hebben hem in 3 keer geraden of zo. Nee, we waren bij nummertje... Bij nummer 7.
Bij nummer 7 waren jullie. 6 toch? Oh ja, bij nummer 6, ja. Ja. Maar het is moeilijk, omdat als je die M niet raadt, ja. zit er 3 keer in. En dat is ja, daarom. Slim. Ja, ik vond het een goed woord, maar jullie waren gewoon ja, goed team. We waren jou te slim af. Ik wil eens samen met Maiwen raden wat jij doet. Ja. Oké. Okay. Je hebt echt je best gedaan, bro. We beginnen bij 0. Ja, zo is je goed. We beginnen bij 0. De A. Precies. De A? Hé, hey, waarom ga je niet met mij overleggen? Even overleggen met Maiwen. Hey. Zullen we de A doen? Ja, doe maar. De eerste letter van het alfabet. Gewoon beginnen bij het begin. Kijk. Hoppakee. Boom. Nu al, hè. Hier, 2 keer. Boom. Dubbele spagaat. Is spagaat met CH? Nee. Waar is dan die ene A? Spagaat. Ja, zit nog een A in, hè? Spagaat? Oh ja. Oh, ja. Ja, ben er niet heel goed in. Nog een klinker. De E? Nee. Ik denk dat je... Nog een klinker moet zeggen, ja. Ja, doe maar. De O? Ik denk eerlijk gezegd de I. Nou, dan doen we de I. De I. De I. De O. Doen we de O, ja. Die. Oh, ja, oh, ja, goed. Spontaan. Dat is een gok. Ja, sowieso. Oh, hij draaide hem. Wow, het was wel een goeie, hè? Ja, het was wel een goeie. Maar voortaan eerst even overleggen. Die had ik ook last van. De eerste, vloggen. Spontaan. Ik zie dat gewoon in één keer staan dan, hè? Ik dacht dat is ja. Het kan ook onze winkelstraat zijn in Zeist. De slotlaan. Ja, dat doen we niet. Nee, maar we doen wel, ik denk wel de T, hoor. Ja? Ja. Ja, sowieso. Hij doet hmm. Doe maar T. Twee. Draai mee rond. De N misschien aan het einde. Ja, doe maar de N. Van... En aan het einde? Ja, of gewoon overal waar die is. Overal waar die is? Ja. Hij is alleen hier. Oké. Okay. Wat staat er nu? Er zijn heel veel letters in het alfabet, hè? Wel, hoeveel? 36, 52. Nee, ja. 41. Ja, dat klopt. 41. 41, heel goed. Maar kijk, hier, wat kan hier... 26. Wat kan hier staan? De S alleen. Ja, ik dacht snot. Ja, maar de T hebben we al gehad. Ja. Snol. Oh, snoepaar. Maar welke letter kan hier zijn niet heel veel? Zijn dit dan gokjes namelijk? Nee. Ja, maar dat vind ik oneerlijk. Nee, dit is gewoon onderling overleg. Kijk mij wel aan. Ik dacht kn, de K denk ik misschien. Of de R. Okay, R. De R. De R is goed, ik zei. Ja, de R. De R? Ja. Rrr. Kijk, zie je? De R. Ja, schat. Zullen we de M doen? Wat kan er aan het einde? Ik denk een L. Dat we een L moeten raal? Proberen. Ja, raal. Of raam, ra, raad, raam, no, raal. De L, hebben die al gehad? Nee, de L hebben we niet. Ik zeg faster. Ik ben het galgjesmaster. Doen we dan de L of de M? Doen we de M. Ja, van Miron. M van Miron. Ja. Mag ik hem even draaien? Dan de L. Kijk. Nu zouden we hem echt wel moeten... Knolraap. Ja. Ja, knolraap. We zijn het erover eens. Het is helemaal goed. Hoppa. Ik denk ja, niet te moeilijk, niet te makkelijk. Knolraap. Ja, leuk. Goed gedaan. Leuk woord. Nou, nu jij nog één. Oké, we waren ook weer bij 7, of niet? 6. Ja. Dit is ook weer bij 6. Ja. Nou, dan gaan we er nu achter komen of Maiwen het galgje master is. Ga maar even nadenken, hoor. Ja, heb je een goede, denk je? Zeker. Je hebt wel een volledig gebruik gemaakt van uw bord. Ja, dat heb jij ook gedaan, ja. Ja, ik dacht dat is gunstiger. Dan heb je meer letters. Ja. We gaan voor een E? Ja, van Enzo. Ja? Is goed. Dat is helemaal goed. Zo doe je dat, Miron. Overleggen. Oh. Zullen we dan nu gaan voor de M van Milan? Ja, nou, vind ik goed. Allebei onze voorletters. Ja. Kijk. We komen wel aan het eind. Ik heb zo'n gevoel, de R van raket. Ik voel hem wel. Ja? Ja. De R. Ja. Goed, we hebben één streepje. Oeh, ik denk de I. De E. De E? De E. Oké. Okay. De E. Jammer. Oh, dat zeg je wel heel... Er zijn nu al 2 letters die jij fout had. Ja, zal ik een letter doen? Ja. Dat zijn heel ijskoud in één keer. De O. Oh, nee. We staan nu al echt een paar achter, hoor. We hebben nog een klinker. Sowieso de A. Eens? Ja. Oké. Okay. Wow. Dit is wel heel sick. A. E. I. De U. De U. De U. Ja. Helemaal goed, jongens. Het woord klopt wel? Zeker. Zeker. Is het geen Fries woord of zo? Nee. Is het Engels of Nederlands? Mag ik toch niet zeggen.
Nou. Dat is toch een hint? Nou, het moet wel een Nederlands woord zijn, ja, toch? Ja, dat vind ik namelijk ook wel. Maar moet knolraap en dan kom jij in één keer met, I don't know. Ja, dus het is een Engels woord. Het is een Engels woord? Ja, dat, als ze zo lacht. Dat, waarom heet het dan niet Golgi? Golgi? Golgi. Golgi. Vooral goed dan. Hangman. Dus ben je nu Hangman? Nee, maar het is niet... Het is wel... Oké, het was een hint dan, hè? Die verdienen jullie eigenlijk niet. Het is wel een Engels woord, maar we gebruiken het gewoon in de Nederlandse taal. Er is geen Nederlands woord voor, dus het is... Oh. Ja, dat is, daar heb je iets te veel gezegd eigenlijk. Ja. Weet jij het nu al dan? Nee, totaal niet. Maar ik bedoel, ze heeft wel te veel gezegd. Ik denk dat we de N moeten doen van Nelpaard. Ik noem de D. De D? Ja. Van Dromedaris? Ja, zal ik nog een letter proberen? Doe maar. De D. Ja, Dumfries. Nee, dat kan niet. Dumfries? Zeg je dat nou? Ja. Maar dat is een naam, dat mag niet. Oh, maar dat kan ook niet. Nou, ik had weer een letter goed. Ja, dat klopt. Je gaat net zo lang door, maar... Moet ik nog... Ja, doe maar. Totdat ik fouten ben, dan ga jij. Ja. Dat vind ik wel een leuk idee. Dan ga ik voor de S. Slechte keuze. We zijn al best wel ver. Nu zijn jullie bij de 6. Ja, maar we zijn hier. Ja. Bij 6. Oeh, daar hebben we nog 3. Oh. Nou, jij mag, zeg het maar. Wat wordt het? Ja, ik moet even nadenken over het woord. Ik dacht eerst dumbbell. Toen dacht ik, nee, dat heb je in het Nederlands ook wel gewicht. We doen de P. Van pelikaan. Helaas. Wat? We hebben het hoofdje al. P ook niet. Oh, Marjan is sowieso al gewonnen, hè? Want ze heeft sowieso al de verste in Galgië. De T hebben we nog niet gehad. Mag ik? Zullen we de T doen? Jawel, dat mag. T. We gaan voor de T. Oh, Milan. Ik heb het gevoel dat ze vals speelt. Ik denk dat ze een typfout heeft gemaakt. We kunnen ook gewoon iets heel geks doen. Bijvoorbeeld een Z of een Griekse ei of zo. Oh ja, Griekse ei. Dat is een goeie. Dat heb je veel in het Engels. Doe een Griekse ei. Oh jeetje. Goed, een armpje erbij. Ja, we hangen al bijna, man. Kijk nou, we hangen al bijna. Ja, we hebben nu nog 1, 2. We kunnen nog 2 keer gokken. En daarna zijn we de lul. Ja. Nou, Z sowieso niet. Ik sowieso ook niet. Hé, wat kan het zijn? Een F. Een F. Van Dumfries. Ja, we gaan gewoon voor die Dumfries. F. F ook niet? Wat? Hebben we al een N gezegd van van Nat? Ja, die hebben we gezegd. Maar bro, nog 1 fout en we zijn... Oh, en dan hebben we de been. Oh ja, nog eentje en dan hebben we de been. Dus we kunnen nog eentje gokken, daarna zijn we gewoon dood. Je zit de hele tijd met drumstel, maar... Ik had ook drumstel, ja. Bij L hebben we nog niet gezegd. Ik zeg L. Ah, ik weet het niet hoor. Ik zit naar Marvin te kijken. En je moet denken aan een Engels woord wat je ook in de Nederlandse woordenschat gebruikt. Er is dummy of zo, maar... Ja, dat dacht ik dus ook. We denken wel veel hetzelfde. Ja. Maar we allemaal allebei fout. Ja, wat begint dan met dum? Misschien is het wel doom. Wat begint dan met dum? Ja, maar is toch zo? Wat begint met dum? Zeg gewoon net. Dat is echt gewoon hard om aan nadenken. K, denk ik dan toch? Hebben we die al gehad, de K? Hey, ik zou toch die L doen. Hadden we die L al? Nee. Dus je zit er wel in. Ja, oh, zo doe jij dat. Doe de L. Yes! Yes! Ja, dumbbell, sowieso. Ja, maar dumbbell is met 1 B. Nee, ik denk het niet. Wel. Zoek eens op. Anders is het een domme bel. Een je domme... mag niet opzoeken, hè. Ja, maar als het... Oké, we kunnen zeggen B. Dumstrel. Maar met dumbbell is met 1 B, toch, dacht ik? Zie je? Het is met 2 B's. Oh. Ja, zie je? Dumbbell. Jij zei het al gewoon. Ja, ja. Zei het al. Maar ik dacht dus, want ik dacht dat dit een... domme bel is. Nee, ik dacht dat dit dus ook gewoon Nederlands... Dat is gewoon een... Een dumbbell. Dat is er geen Nederlands woord voor. Het is gewoon een dumbbell. Gewicht. Nee, maar het is niet gewicht. Nee, want dumbbell is juist, zeg maar, die specifieke... Met 2 van iets aan de zijkant bij de vastkant. Maar van iedereen weet dat je... Dat heeft geen andere naam? Nou, blijkbaar niet. Maar ik vind het wel heel goed gevonden, hoor, schat. Ik dacht, dat is moeilijk, omdat je die 2 B's en 2 L'en hebt. Ik dacht, die is wel lastig. Ja, het is een beetje dezelfde vibe als de mammoet. Ja, precies. Je hebt gelijk. Dubbel B, dubbel L. Ja. Vertaling is halter. Oh ja, dus je hebt wel een Nederlands woord. Halter. Halter. Maar niemand gebruikt dat. Nee, dat had ik ook niet. Ik zei nog tegen Pim, gaan we met de halter trainen? Ja, halter. Ja, die snap ik wel, ja. Maar daar was ik niet op gekomen. Ik dacht, dit is het woord die iedereen gebruikt. Als je dat ziet, dan weet je dat het een dubbel is. Ja, gefeliciteerd. Je bent de master in Galgië. Jullie hebben gewonnen. Jullie waren niet dood. Nee, maar jij hebt het meeste bij ons laten hangen. Maar jullie hebben het wel geraden. Dus niemand is de Galgië master. Jawel, jij. Jawel, jij. Oké, dankjewel. Waarom accepteert zeg je Ja, dat vind ik ook zo raar. Nee, ik heb toch niet gewonnen? Ik heb pas gewonnen als jullie hangen. Jij bent het verst gekomen. Ja, dankjewel. Dus ik heb het best gedaan van de dag.
Hoe is het meteen van de dag, van altijd, van ooit, ever? Wow. Je accepteren. Ja, nee, ik ben geaccepteerd, maar ik vind het nog niet een volledige winst. alsof je valt en dan toch over de finishlijn valt, maar dan heb je wel gewonnen, maar dan is het toch nog niet echt gewonnen of zo. Ja, maar dan heb je gewoon gewonnen, dat maakt niet uit. Ja. Oh, hey, hey. Zo voelt het dus. Alsof iemand net een meter voor de finish jou inhaalt. Nee, maar er was nu niemand anders. Raar dit. Op de terugweg hebben we eventjes een lekker broodje gehad. Een warme kipwrap. Echt super lekker. En toen in één keer dachten we, oh my god, ik ben gewoon vergeten de scooter mee te nemen naar huis. Ik zat zo in mijn hoofd in gedachten van wat moet ik nog allemaal doen thuis. En gewoon vergeten om de scooter mee te nemen. Dat doen we toch even een ander keertje. En we hebben gelukkig nu vuilniszakken. Want de vuilniszakken hadden we nog niet. Ik had een nieuwe prullenbak gekocht. Alvast ook voor de nieuwe woning. Daar moet je dan speciale prullenbakzakken voor hebben. Van dat merk. Maar toen kreeg ik een tip van iemand anders. Dat je net zo goed bij de Aldi of Lidl of zo kan je voor 1,60 zo'n zak halen. En online is dat van dat merk echt, I don't know, 5 euro per zak of zo. Ik weet niet precies. In ieder geval veel duurder. Dus hebben we 3 zakken. Kunnen we de nieuwe prullenbak gebruiken. Kunnen we deze verplaatsen. En ik ben alvast helemaal in mijn blote body. Want ik was bij de nieuwe woning nog heel even snel iets aan het doen. En toen was ik in een plas gestapt met mijn rechtervoet. Hele voet doorweekt. En dat stonk zo erg. Denk ik doe meteen mijn kleren uit. Kipwrappie. En dan nog even lekker douchen van het sporten. Dan zijn we helemaal fris en fruitig. Hoppa. Lekker hoor, dames en heren. Altijd. Dat is voor mij een ritueel dingetje. Ook vaak als we op vakantie gaan, ergens heen, weekendje weg. Dan neem ik gewoon een muziekbox mee. En als ik dan aan het douchen ben, dan heb ik gewoon lekker muziekje aan. Dat is gewoon zo ongelooflijk lekker. Dan ben je gewoon even helemaal in je eigen wereldje, lekker muziekje aan het luisteren. Gewoon lekker chill, fresh, nieuwe energie. En dat is hoe ik me nu voel. En omdat ik heb gezegd dat ik weer ga beginnen met Enzo Knol 2, gaan we maar eens eventjes daar werk van maken. Zo, dames en heren, ik zit hier in mijn studio helemaal fresh en klaar om te beginnen. Ik stroop mijn mouwen een beetje op en ik ga weer de eerste Fortnite video opnemen. Het mooiste scenario, dat was mijn droomscenario, maar misschien is dat iets waar jullie ook wat mee kunnen. Maar ik had zo erg in mijn hoofd geprint, je gaat pas weer Enzo Knol 2 doen, mijn gamekanaal, als je in de nieuwe woning woont. Maar ik zat te denken van, dat, ja, een maand, 2 maanden, hoe lang ga je nog wachten? Neem gewoon op, doe het gewoon. Dus ik zit hier, we moeten het nog even doen met deze studio. Maar dat is geen probleem, want ik heb hier alles wat ik nodig heb. Dus wat voor smoesjes zijn het nou eigenlijk? Gewoon ga met die handel Enzo. Dus ik ga nu opnemen, dus voor de vlog laat ik het even hierbij. Maar ik ga lekker Fortnite spelen voor Enzo Knol 2. Als je dat wil zien, link in de beschrijving. Ciao! Het is op dit moment tijd om te gaan eten. Het is al best wel laat eigenlijk, 7:30. Maar we hebben hier lekkere noedels eventjes besteld. Mami die heeft ook lekkere noedels. En we gaan nu onze serie kijken. Heerlijk. Even een chill momentje. Lekker hoor. Zo, dames en heren. Het is tijd om even van de bank af te komen. 1 aflevering gekeken van de serie. En het is nu tijd om weer lekker te gaan streamen in de studio. Dus dat gaat weer helemaal goed komen. Zo, dames en heren, het is tijd om de boel hier af te sluiten. De lichtjes uit, dit allemaal uit. Hoppakee. Zo, we gaan lekker slapen. Ik ga even checken of Maya nog wakker is. Ik heb het niet zo laat gemaakt als gisteren. Het is nu 12:15, dus dat valt heel erg mee. Gisteren was het wel echt veel te laat. Dus het is prima tijd om naar bed te gaan. Wel weer even lekker 3 uur gestreamd. Heel nice. Hey, ben je nog niet aan het slapen? Hey. Ah, jij ging zo zachtjes die deur. Ik dacht misschien was je al aan het slapen. Daarom deed ik toch even zachtjes. Ja, je wou filmen. Ja, ik dacht even kijken of je nog wakker bent. Als je wakker bent, dan kunnen we de outro samen lekker doen. En het raam is open. Ja, we gaan vanavond met het raam open slapen. Dat vind je fijn, hè? Ja. Daar ben je echt blij mee. Dat gaan we doen. Zo, dames en heren, dat was het dagje van vandaag. Hopelijk zie je er morgen weer bij. Ik zou zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Wil je nog wat moois toevoegen? Doe ik ga. Oh, ga je. Oh. Op het begin van onze relatie. Toen deed Mario dat altijd als ik aan het gapen was. Echt altijd. En soms ook gewoon een keer. Dat je echt te ver deed. Nu nooit meer, hè? Nu doe je dat eigenlijk nooit meer. Nee, maar toen was je er echt snel mee. Ja. Heb ik nog wat moois toe te voegen? Dat je blij bent dat ik gewoon op tijd naar bed kom. Ja, dat was wel lekker. Moeten we lekker samen nu nog even een aflevering van een serie gaan kijken. En dan ja, om 1 uur lekker slapen. En dan om 1 uur lekker slapen. Ja. En dan, zo, jeetje, die blauwe achtergrond is. Net groen, nu blauw. Ja, zo disco. Een beetje. Disco! Het is een raar voor de film, dit qua kleur. Nee, joh, maakt niet uit. Groetjes aan de smurken.
Groetjes aan de smurfen. We gaan even wachten op een ander licht. Dit licht is niet nice. Dat duurt echt lang. Kijk hoe raar het licht is. Het is niet nice. Maakt toch niet uit. Het is toch leuk. Ja, maar weer gaaf, hè? Nee, maar dan ga ik niet lekker. Als je dat doet. Serieus. Net als dat iemand zich uitreikt en je gaat gaan kietelen. Ja, dat is ook echt maar. Niet doen. Wat doe je? Ja, je poort me in mijn zij. Oh, dat zien de kijkers niet. Nee, dat is niet dat. En dat is gewoon zin. Ja, dit is beter licht. Dit is een mooie achtergrond ook. Zo, dames en heren, bedankt voor het kijken. Check jullie morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.